tafeltennisvereniging VVV bestaat al 75 jaar en dat is reden voor een feestje. Wethouder Astrid van Ekelen is aanwezig en zij heeft ook een cheque meegenomen. Het is een enorm knappe prestatie, 75 jaar. Nou, de naam zegt het al, Veni Vidi Vici. Het is uit de tijd van Caesar, nou zo oud zijn ze niet, maar 75 jaar. En 75 jaar al vrijwilligers, enthousiaste leden die dat met elkaar doen. Het is echt van ongelofelijke waarde en echt ook een knappe prestatie voor een vereniging. Astrid van Ekelen is al jaren de wethouder voor sport. En zij vindt het fantastisch om dat te doen. Sport is echt heel erg leuk om te doen. Er zitten altijd enthousiaste mensen. Er is altijd positieve energie. En sport is echt een hele mooie portefeuille. Het is ook wel best druk, want ik ga graag ook naar sportverenigingen toe. En dat is natuurlijk veelal in de avond en in het weekend. Maar het is, je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Eén ding wat altijd gebleven is, wat ik net in mijn speech ook al zei, dat is de gezelligheid. En de vriendschappen die hier ontstaan. Wij zijn wel een vereniging die ook op hoog niveau hebben getafeltennist. Want we tafeltennissen ook op heel hoog niveau. Maar wij zijn voornamelijk ook een vereniging die zeggen van het hele gebeuren eromheen vinden wij ook heel erg belangrijk. Tafeltennis is een sport voor jong en oud. Ons jongste lid, die speelt dan nog geen competitie, is momenteel 5 jaar. En ons oudste lid, die pas geleden gestopt is met de competitie, is 84. Dus iedereen die daar tussenin zit, is van harte welkom bij VVV om te komen tafeltennissen.